Follow me up. Okay. So. Ik ben er, als het er ooit van komt, niet van plan om veel aandacht te besteden aan crematies en dat soort dingen. En ik vind dat dit eigenlijk een uitstekend middel is om, om te zeggen wat ik vind. Begrijp je? Zo. Hoi, ja. Kijk. Hoi. Hallo. Hoi, hoi. Waarom wil je dit niet filmen? Omdat ik de coöperatie laatste wil een warm hart toedraag. En omdat ik zelf vind dat ik het recht heb om te beslissen over de duur van mijn leven. En dat giet ik graag in een camera. Los daarvan. Mocht het ooit gebeuren, dan wil ik het liefst dat daar informatie over is uit de eerste hand, zodat het andere mensen niet in moeilijkheden kan brengen. Dat is de prachtige uitweg van de camera ook. En andere mensen die dit aanhoren. Jaap van Riemsdijk, oude kennis van me. Die ik na jaren weer ontmoette en die veel van deze zaken weet. Want wat is jouw betrokkenheid, ja? Wij kwamen elkaar heel toevallig tegen bij een algemene ledenvergadering van de coöperatie Laatste Wil. En wij kennen elkaar van een gezamenlijke bekende die nogal uitbundig met feestjes bezig was. Ja. Ik ben, net als Johan, ook al jaren lid van de coöperatie Laatste Wil, vanaf het eerste uur. En dat is omdat ik vanuit de NVVE, waar ik ook al jaren lid van ben, ongelooflijk positief sta tegenover de mogelijkheid voor iedereen om over zijn eigen levenseinde te beschikken. En ik vind dat in dat verband ook iedereen een eigen laatste wilmiddel in huis zou moeten hebben om dat moment ten uitvoer te kunnen brengen. Heb je daar vaak met Johan over gehad? Ja, toen wij elkaar op die algemene ledenvergadering van de CLB ontmoeten, hebben wij eigenlijk meteen daarover gesproken. Wij voelen daarin op dezelfde manier. En gelukkig zijn wij niet de enige, want heel veel Nederlanders zijn voorstander van een laatste wilmiddel. Ik ben lid geworden dus omdat dat recht bepleit moet worden. Ik moet me trouwens verontschuldigen, zoals je hoort. Spreek ik niet echt makkelijk en zo nu en dan een beetje nadrukkelijk. En dat zou pretentieus kunnen klinken, maar het is louter voor de verstaanbaarheid. Ik moet mijn adem controleren, want anders dan klink ik heel wonderlijk. Ik heb een aandoening en ik krijg daarvoor een behandeling, al 12 jaar nu. Die bestaat uit injecties en die krijg ik om de 21 à 23 weken. Het gevolg daarvan is dat ik de eerste maand hees ben. Vanaf de 10e of de 14e week hoor je zo goed als niets. Dan heb ik gewoon mijn eigen stem. Dan wordt het langzaam weer slechter en dan ben ik weer toe aan nieuwe shots. Je denkt tijden dat je iets hebt wat morgen over zal gaan. Bovendien is het een aandoening die heel weinig voorkomt. En het betekent natuurlijk dat ik ook aan het eind van mijn carrière ook. Ik kreeg net een foto in handen van een van de laatste producties bij het Nationale Toneel. Waar mijn stem al duidelijk aangetast was. Maar ik kon nog, als ik goed in de resonance praat, kan ik een kwartier zo praten, dan ben ik doodmoe en is het publiek stapel gek geworden van die geduwde stem.
Dus dat is een heel lang proces geweest. En zelfs op het moment dat het dus duidelijk was, duurde het een tijd voordat het een draaglijke makke. Is het een draaglijke makke? Nou, het is wel elke keer als het weer misgaat en dan weer een maand is, dat is vervelend. De 3-4 weken, na 3 weken waarin alles goed gaat, het zijn natuurlijk heaven. Wanneer ben jij gaan nadenken over het eventueel zelf georganiseerde levenseinde? Ik denk vanaf het moment dat men het werk niet meer mogelijk was. Dat ik niet meer. Het is natuurlijk voor een acteur. Je leeft met je collega's. En je leeft van productie naar productie. Ik heb uiteraard verhoudingen gehad, maar heb altijd zelfstandig geleefd. Dat werk neemt een enorme plaats in. En op het moment dat dat wegvalt, dat is heel ingrijpend. Vooral in de eerste tijd voordat ik behandeld werd, waren er momenten dat als ik in de verte een collega zag aankomen, dan stak ik snel over. Want ik wist, dan sprak ik slechter dan nu. Ik wist dat als ik op mijn zin zou zeggen, dat men zou zeggen van wat is er met jou? Dus ik ging me meer en meer verstoppen ook. En ik geloof dat in die periode dat ik dat aan de hand was, ben ik serieus gaan denken over welke mogelijkheden zijn er allemaal. Daarna is de bal echt gaan rollen, want toen bleek het ook mis te zijn met mijn hart. Ik heb inmiddels een hartsvriend onder het sleutelbeen, een pacemaker, die het al 3 jaar uitstekend heeft gedaan. En daarbij zijn ook andere klachten gekomen. Er is iets mis met de speekselklieren, er is iets mis met de heup. En nou ja, wat een 75-jarige man zoal kan krijgen. Wat ik ook nog wel kwijt wil, dat is dat die hakkelende manier van spreken en dat gedonder met die adem, dat zou de indruk kunnen wekken dat ik ontzettend treurig ben. Ik weet van andere mensen die dit hebben, dat men vaak denkt dat je op het punt staat om in huilen uit te barsten. Absoluut niet het geval. Het is nee, dat je... Als acteur kun jij op commando in huilen uitbarsten, hè? Dat zou, ik heb wel een kwartiertje nodig, maar het zou kunnen, maar het is vanmiddag niet aan de hand. Niet aan de orde. In mijn hoofd heb ik wel een uur bepaald, maar ik schrik ervoor terug om dat in je camera te gieten. Omdat ik elke druk daaromheen wil vermijden. En bovendien, je kunt de mensen niet blij maken met een dode mus. U kijkt met ons naar de opname die een paar weken geleden daar aan die tafel zijn gemaakt. En in de tussentijd brak de COVID-19 coronaramp uit. Ik kom daar later nog op terug. Wat moet ik me voorstellen bij het UU? Wat gaat er dan gebeuren? Dan slik ik een laatste wilmiddel, zoals dat zo prachtig heet. En dan ga ik liggen en verlies na een kwartiertje, 20 minuten het bewustzijn. En dan zeil ik een hele andere bestaan binnen, voor zover bestaan nog aan de orde is. Het gekke is dat sinds ik dus weet in mijn hoofd dat die mogelijkheid, de mogelijkheid van het laatste wilmiddel bestaat, dat als we nou even terzijde schuiven, dat ik, zoals wij allemaal straks onder de tram kan komen, of dat die mijn hart dingen gaat doen die de pacemaker niet aan kan. Maar even los daarvan is het feit dat ik hier zit,
met die mogelijkheid van het laatste beeldmiddel in mijn hoofd, is een keuze geworden. En dat is een bevrijding, dat is echt een opluchting. Dat ik in ieder geval niet hoef mee te maken, dat is een schrikbeeld, een verzorgingstehuis, een verpleegtehuis. Ik heb dat meegemaakt van mijn moeder. En natuurlijk zijn er mensen die in verpleegtehuizen en verzorgingstehuizen heel gelukkig zijn. Daar niet van. Maar ik nooit, nooit, nooit. Toen ik dat zei, wist niemand nog van een coronavirus. En tot mij drong de ramp pas door op de avond van Rutte's toespraak vanuit het torentje. Toen begreep ik dat ik met mijn voornemen, artsen, hulpverleners, politie, iemand van het OM, verhuizer, begrafenisondernemer, kortom een hele stoet mensen in de paniek van die dagen in beweging zou zetten. En ik vond dat dat niet kon. Dus ik stelde een uur uit. Ik kom daar later nog op terug. Hoe ben je aan die middelen gekomen? Dat is via. Is dat mogelijk? Dat is niet makkelijk. Dat is maar goed ook. Want zoals ik er nu over zit te praten, kijk, dit is mijn situatie. Ik zit hier niemand iets aan te raden. En als er mensen zijn die dit in een impuls overwegen, doe het niet. Praat erover met je omgeving. Maar voor mij geldt het. En ik weet nu dat ik op het ogenblik in een situatie ben dat ik op het moment dat ik dat laatste beeldmiddel denk nodig te hebben, kan ik erover beschikken. Dat is de situatie. En dat geeft je rust? Ja, heerlijk. Waar ik steeds aan denk, dat is dat als tijdens een pandemie waaraan veel ouderen sterven, een dood in eigen regie na een voltooid leven een plaatsdelict creëert, dan is de wet verouderd. Vanaf mijn 12e was ik kwaad als er een gordijn bij ons in de buurt openging zonder dat ik erachter stond, begrijp. Ik wilde dolgraag op. En dat is na verloop van tijd, ja. En zeker na dat toelatingsexamen toneelschool, wat in die tijd natuurlijk ook een hele spannende affaire was, met honderden mensen die zich daarvoor aanmelden. Dat was echt, toen ging er een nieuwe wereld open. Eigenlijk is vanaf dat moment mijn leven echt begonnen. Ik heb ook, in tegenstelling tot veel kennissen, weinig herinnering aan middelbare school. En dat is allemaal terzijde. Toen dat raam open ging van die toneelschool, ben ik er zo. Toen begon het overnieuw, ja. Heb je veel herinneringen aan je carrière? Ja, nou ja, wat tegenwoordig zo'n zegen is, is er is een site die heet Delver. En als je daar een zoekterm in vult, dan krijg je alle krantenpagina's waar je ooit op hebt gestaan. En zelfs alle boeken en tijdschriften. Dus de plakboeken zijn niet meer nodig. Dat is tegenwoordig zo op te vragen. Maar ik had, om ook in verband met deze bijeenkomst, toen er naar gevraagd wordt, ben ik in een kist gedoken. En ik heb inderdaad, ik heb een doos met de, knipsels, foto's. Ik ga me even maken. Leuk.
40 jaar toneel in één doos. Met Ang van den Boer, waar ik les van had. Elisabeth Anders, waar ik mee werkte. Nationaal Toneel. Elk Vogel. Met dat zingen had je veel succes. Ik heb de zoon van Louis Davids, die musical, ook gezien. Ik kende je toen al. En ik was zeer onder de indruk van het feit dat je niet alleen geweldig kon spelen, maar ook ineens als zanger de zaal kon vullen. Ik heb, om het zachtjes te zeggen, niet altijd wind tegen gehad. En daar ben ik... Ik heb een prachtig leven gehad. Ja, ja. Vandaar ook dat ik zo dankbaar ben dat ik in een situatie ben waarop ik op het moment dat ik dat zou verkiezen het bitterste eind niet hoef te smaken. Ja. Dat is toch dat kan. Ja. Ik was ook zo tevreden dat in die serie Hendrik Groen, dat in die laatste delen het onderwerp van de zelfgekozen dood op die manier langskwam, afwijkend van de manier waarop dat in het boek genoteerd staat. De scriptschrijvers, de acteurs die dat gespeeld hebben, natuurlijk de regisseur in samenwerking met de producent die zo moedig zijn geweest om dit hete aanhijzer in een populaire televisieserie op te pakken. Men zegt alle hoeden af. Bravo. Ja. En wat nog het leukste is, vind ik, dat vervolgens in de kranten daar niet woedende artikelen over verschijnen. Nee. Dat op een, zo her en der een televisierecensent zegt daar lovende dingen over. En terecht. Maar we zijn gelukkig in een situatie dat op het ogenblik geen kwestie hoeft te zijn. En ik zit hier te praten in de hoop dat het steeds minder een kwestie zal zijn. Ik had voor mijzelf bedacht dat ik dat in mijn eentje zou kunnen doen. Vooral omdat ik mijn goede vriendin, executeur, testamentair en erfgenaam niet wil belasten. Dus ik dacht, ik doe dat zelf. Ja. Maar is dat niet heel erg eenzaam? Is dat niet een hele zware belasting in die laatste fase? Het kan. Ik denk dat nog die situatie nog, hoe zullen we dat zeggen, onder constructie is. Er ligt nog niet helemaal vast. Nee, te meer omdat jij gewoon überhaupt nog over je spoorboekje nadenkt, zoals je dat heel mooi formuleert. Nou ja, dat zeg ik. Ik heb wel, ik heb daar vrij definitieve ideeën over. De NVVE heeft de slogan sterven doe je niet alleen. Aha. De NVVE vindt, en de coöperatie is natuurlijk in dat opzicht ook gelinkt aan de NVVE, dat mensen op een humane manier hun levenseinde moeten kunnen regisseren. Maar alleen in alle eenzaamheid, ik vind dat je daar toch nog eens over na moet denken. Dat ga ik doen, ja. Ja. Ik probeer het zo. Het rare is dat als ik dus daaraan denk, dit is normaal, dat ik denk, het zijn handelingen. Ja. Op het moment dat ik niet in, zoals Lutz dat altijd zei, de diepereik spring, maar gewoon exact denk, het zijn handelingen. En als die handelingen elkaar opvolgen, gebeurt er precies wat ik wil. En daarmee doe ik niemand kwaad. Dan kan ik de violen, om het zo maar eens zeggen, kan ik de violen
een beetje weglaat. Ja. Ik weet, de violen zijn prachtig hoor, daar niet van, maar we hebben ze niet altijd nodig. Nee. Het kan ook op een rustig, vooral omdat ik, kijk, als ik omval, hoor je mij niet meer klagen. Ja. Dat is gewoon mijn situatie. Ja. Ik heb geen, het is niet nodig het grote verdriet. Nee. Hoeven we niet, dat blik hoeft niet open. Jij bent heel goed in staat om te rationaliseren. Is dat rationaliseren? Ja, waarschijnlijk wel. Ja. Ik weet het niet. Is dat rationaliseren om gewoon te zeggen... ik maak bezwaar tegen de term rationaliseren. Okay. Wat ik zo weer... Wat vind je daar negatief aan die term? Omdat te snel naar mijn idee wordt gezegd dat iets rationeel is. Als ik zeg, ik denk dat, weet ik helemaal niet of ik het denk of dat ik het voel. Dat verschil kan ik niet maken. Er is zo'n citaat van Milton Turing, waar ik niet op... Daar is tussen... gevoel en verstand vrij hoor. Daar is tussen gevoel en verstand niet zo wijd een kloof als wordt verondersteld door lieden die gebrek hebben aan beide. Ah. Dus het is allemaal betrekkelijk. Op een gegeven moment stokte je stem, letterlijk en figuurlijk. En ja, moest je min of meer geleidelijk afbouwen. Je deed misschien nog een enkel makkelijk dingetje. Ja. Ik heb mijn pensioen een jaar vervroegd. En als laatste heb ik in Cyrano de Bergerac iets kleins gedaan. Maar toen was het al zo ver heen dat toen ik dat rolletje las op de lezing, toen was mijn stem al zo wonderlijk dat de collega's, de jonge mensen, dachten dat ik een komisch typetje maakte. Ik kreeg er hartelijke en niet ironische of vervelend bedoelde, maar werkelijk mensen dachten, dat is leuk. Wat een leuke man. Ja. Maar ik kon niet meer anders. Ik moest als een idioot verbergen dat ik... Het werd duidelijker en duidelijker. En het werd mij zelf ook duidelijk, dat wilde ik niet een idioot van mezelf maken dat ik daar, wat krankzinnig is, dat ik 3 jaar geleden, notabene, door Hense Pechman, die jarenlang mijn agent is geweest, en ben ik hem heel dankbaar voor, die heeft notabene zo min of meer bijgehouden in welke periode ik goed per stem ben. Ja. Dus ik heb 3 jaar geleden, net in die 3 weken dat ik zonder rariteit te kon praten, een aflevering kunnen doen. Dat wil zeggen, een rolletje in een aflevering in Flikken Maastricht. Ja. Nou zeg, was ik even gelukkig. Ja. Jij vroeg mij eerder nog van waarom wil je dit op een camera hebben? Nou, ook om er geen misverstanden over te laten ontstaan dat ik zo bescheiden als ik kan, met het nadruk daarop, in de veronderstelling ben dat ik het geheel en al zelf aan kan. Dat is waarom ik het prettig vind om nu nog even in het brandpunt van jouw wonderbare machine te staan. Vandaar ook dat ik, als ik terugkijk, misschien de indruk maak dat ik rationeel ben. Ja, begrijp je? Wat zullen we klagen? Ja. Is dat reden om te zeggen, ik heb zoveel mooie dingen in mijn leven meegemaakt en mijn gezondheid laat me in de steek. Ik heb geen zin meer in al die behandelingen aan mijn keel. Ik heb dan ook nog een heup. Is dat allemaal voor jou ook een soort optelsom? Het is op een bepaald moment genoeg. Ja, dat is dus het voltooid leven. Ja. Wat ik op het ogenblik meemaak, dat is dat de interesse en de vitaliteit en de humor en de levenslust
die je moet opbrengen, die vereist is. Wil je draaglijk gezelschap zijn voor je omgeving? Dat kost me steeds meer moeite. En ik vind, dat ben je aan je omgeving verplicht. Ik kan zeer zeker met dit in het verleden, kan ik niet gaan themen over hoe ik de wind tegen heb. Men dient goed gezelschap voor elkaar te zijn. En het gaat me zo nu en dan, lukt me dat niet meer zo goed. Ja. En je verwacht dat dat alleen maar slechter zal worden? Dat, ja, dat kan alleen maar slechter worden. Ja, er is in dit geval geen enkele reden om aan te nemen dat het morgen over is. Kun je hier met mensen uit je omgeving over praten? Ja, dat doe ik wel. Dat doe ik wel met mate. Omdat ik vind dat je er niet op vooruit mag. Want het is een conversation killer. Ja. Je kunt niet tegen iemand zeggen, ik wil eigenlijk gaan liggen, zonder dat dat invloed heeft op alle conversatie die je ooit nog gaat voeren met die persoon. Ja, ja. Dat is zo ingrijpend. Ja. Vandaar dat ik een slag om de arm haal. Dat kun je mensen niet doen. Ja. Ik dien, enzovoort. Ja, ja. Intussen, ik heb geen coronaverschijnselen. En de paniek rond het virus is iets minder geworden. En ook de angst dat de gezondheidszorg het niet aan zou kunnen, werd minder. Dus ik koos een nieuwe datum, waarbij ik twee vrienden vroeg om hier in huis aanwezig te zijn. En met een telefoontje beelden kunnen vastleggen. Zo nodig ter vrijwaring of in een later stadium in kleine kring ter documentatie van de coöperatie laatste wil. Ik kom daar niet op terug. De coöperatie laatste wil heeft natuurlijk heel veel weerstand van de kant van de overheid, hè? Christelijke politieke partijen, mensen die zich beroepen op allerlei redenen waarom zo'n laatste wilmiddel niet in de maatschappij zou mogen komen. Waarbij gezegd moet worden dat meer dan de helft van de Nederlandse bevolking eigenlijk vindt dat dat laatste wilmiddel er wel zou moeten komen. Zeker voor mensen die een bepaalde leeftijd bereikt hebben. Hoe sta jij in die weerstand die vanuit de overheid sommige mensen in de samenleving over ons heen wordt gegooid? Ik herken ze. Ik ben homoseksueel. Dus ik heb mijn leven lang mensen tegengekomen die wisten hoe ik eigenlijk zou moeten leven. En nu willen sommigen me vertellen hoe ik zou moeten sterven. Ik ga daar niet naar luisteren. Ik heb geen enkel dédain tegenover religieuze opvattingen. Maar het is de mate waarin je partijen toestaat om in te grijpen in het leven van mensen die uitgangspunten helemaal niet deden. Ik denk dat dat een afkal van de eiland is. Dit is werkelijk helemaal aan het begin. Dit is Edward II in Rotterdam. En hier sta ik als de jonge koning Edward III met Henk van Ulse, Ramses, Annette Nieuwenhuizen, Erik Snijder. Nou ja. En in die laatste scène, als iedereen ter dood gebracht werd, zei Erik Snijder tegen mij: er is, mijn jongen, vrouwe Fortuna draait het rond, een rat. En dat neem je mee omhoog, steeds hoger. En dan zie je dat het geen ladder is, want het neemt je naar beneden. Wie dat gezien heeft, valt hij
laat hij zich vallen.